nog. Oh nee. Wow, shit. Wim, gekke ontwijkactie. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD4 en more. Vandaag weer op pad met de Audi A6. Maar eerst maar even dat belangrijk nieuws wat in de titel staat. Ik ben niet zo van een clickbait. En het is ook geen clickbait. Maar ik ga toch iets moeten zeggen wat voor velen misschien niet leuk is. Ik ga voorlopig stoppen met video's maken. En dat is voorlopig. Ik moet het anders zeggen. Op dit moment dat ik deze video opneem, heb ik gewoon geen tijd om video's te maken. Ik heb nu net een dienst erop zitten. Ik ben nu klaar. Maar volgende week komen er ook weer heel veel diensten en ook heel veel toetsen aan voor mij. Dat betekent dat ik gewoon echt thuis kom, vaak ook nog ga sporten en ja, gewoon doodmoe ben of zo van die dienst. En eten en ja, dan nog even wel gamen, maar meer ter ontspanning, gewoon met anderen. En dan heb ik geen zin en geen tijd om op te nemen. Daarbij moet ik dus ook nog heel veel gaan leren, komt daar dus ook nog bij. En ja, ik krijg het gewoon niet geregeld om in de komende week, denk ik, video's te uploaden. Dus laat zeggen dat het een week is, misschien 2 weken. Ik vermoed een week. Dan zien jullie dus ja, 3 video's missen jullie. Waarom zet ik dat dan nou hier heel specifiek bij die titel en zo? Tot mensen ja, wel een beetje op klikken. Want anders ga je weer krijgen. Of in ieder geval, ik zeg het ook in het begin van de video. Want vaak als mensen weten dat elke 2 dagen een video wordt geüpload en vervolgens over 2 dagen zien ze niks, zullen ze op de laatste video reageren, waarom is er geen video? Waarom is er geen nieuwe video? En de meeste mensen hebben dat nu dus wel dan door, dat ik dat in deze video heb uitgelegd, waarom niet? Ik stop er niet mee, ik ben niet van plan om te stoppen met YouTube helemaal, dus het is gewoon echt puur de komende weken, 2 weken misschien, heb ik gewoon even geen tijd. Ik heb diensten, vroege dienst, late dienst, nachtdienst geloof ik niet. Dan moet ik nog dus leren, nog sporten, nog eten. Dus ja, en dat gaat liever allemaal voor YouTube. En dat heb ik ook altijd gezegd, privéleven en werk en toetsen gaan altijd voor YouTube. Voor nu gaan we gewoon hele leuke diensten beginnen met de zieke Audi A6 snel interventievoertuig van de van Team Verkeer. Ik moet even alt-tab doen. Dan mijn stuurgoed is, dat is het nu niet. Nu is het al beter. We zullen even alles aan gooien. Wordt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. En we gaan meteen de eerste melding pakken. Een persoon, een gekkie met een vuurwapen. Psycho with a gun. Ja, wat gaan we doen? Ja, die heeft wel een wapen vast. Hoi, politie. Wapen laten vallen, geen gekke dingen doen. LSPD, don't make me shoot you. Laat dat wapen neer. Leg dat wapen neer. Hey. Stop! Kom op. Niet zo gek doen. Hey. Police! Stop whatever the hell you're doing! Hallo. LSPD! Don't make me shoot ya! Hallo meneer, wat erbij. Staan blijf. Dat te vallen. Waar heb je de wapen nou? Hey, kom. Op knieën. Dat scheelde heel weinig, want die vrouw die daar loopt, of die man, sorry meneer, die schoot ik echt bijna in zijn been geloof ik. Maar ja, het was wel beter om hem aan te houden. Of even een schot in het been te geven. Als hij überhaupt raak was, of hij viel gewoon mokertje hard. Maar het zag er wel badass uit hoe die hier door de lucht vloog. Toch pik. Ja, dan spot je deze kan op, ik moet je hem fouilleren trouwens, anders heb je daar allemaal dingen bij die je bij me hebt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zoals wapen, heel goed wapen dat je net nog... Nee, transportwacht, stop, transportwacht, stop. Ik moet sneller zijn dan transport. Nee, dat ben ik niet. Pik, fouilleren hem even, want hij heeft een heel goed wapen bij.
Ga ik nog? Ja, misschien nog net. Nee. Oké. Okay. Ja, daar rijdt een voertuig. En aangezien we toch van teamverkeer zijn, maar wat ik altijd zeg bij de Audi en bij de Passat en zo, ook noodhulp dingen. Maar nu rijdt er dus een auto die echt niet meer voldoet aan de wegenverkeerswet of zoiets. Aan ja, de eisen om op de weg te mogen. Kijk eens hier, die staat gewoon half in een fikje. Stop voor staat aan. Oké, waar gaan we heen? Waar gaan we nou heen, joh? Ja, dan ga je daar stilstaan. Zeer, zeer, zeer handig. Oeh, dat scheelt ook weinig. Je mag even mee de stoep opkomen, want stel nou dat ding vliegen effect, dan hebben we in ieder geval geen verkeersopstopping. Nou, als hij er vandoor rijdt, dan komt hij sowieso niet ver. Ja, dat zijn nou. Oh. Hier kom. Stoppen. Ga geen gekke dingen doen. Ik weet niet waarom jullie eraf en door wilt gaan. Stoppen nou. Zat er nog iemand in? Ja, er zat nog iemand in. Stoppen nu. Ben je Frans of zo hier? Ah, die gaat er gewoon even vandoor met die auto. Oké, dit gaat een taser. Je gaat op je... op knieën goed zo zitten blijven. Uitstappen. Station uit de auto. Uitstappen. Waarom doet dat dingen niet? Uitstappen. Goed zo. Die luisteren wilt, die moet maar bijna gaan voelen met een vuurwapen. Oké. Okay. Wat ik zei, hij komt niet ver en hij probeerde weg te rijden, maar hij kwam helemaal niet ver. Jij bent bij deze medeplichtig. Of ook aangehouden voor alles wat jij net ook probeert te doen. Negeren stopteken. Want jouw vriend die reed weg. MDMA erbij. Oké, ben je aangehouden voor drugsbezit. Die kameraad daar, die rijdt weg. Dat kan hij misschien helemaal niet hebben gewild. Dus het is altijd zo. Stel je rijdt met iemand in de auto. En ik krijg een stopteken en die zegt ik rijd er vandoor. En hij zegt nee, doe eens normaal. Dan is de vraag, kun jij daarbij ook worden aangehouden als bijrijder, terwijl je helemaal niet wilde dat hij wegreed. Maar ja, nu deed hij dat dus wel. Hij reed ook nog eens weg. Dus ja, dan krijg je 1 en 1 is 2. En heb je 2 aanhoudingen. Ik ga je ook nog fouilleren. En wat heb jij bij? Ook MDMA gaan jullie beiden dus niet wilde gaan of niet met MDMA wilde worden gepakt. Is dat een zin? Vast wel. Ik wacht even tot hij is opgepikt. Fuck it. Mijn transport zit bij je. Even ingedrukt houden. Maar ik hoef hem niet te vieren. Oh, we gaan nog eens vieren. Wederom, en daarna, ja, dat weten we wel. Dat is verhoord. Zo, bij de aangehouding en bij de, naar het bureau. Hè. En wij gaan hier nu rechtsop en dan gaan we de snelweg mee pakken, want daar rijdt al iets wat opvalt. En die rijdt redelijk rapjes. Oh, die slingertje. Wat een gekje. Slinger behoorlijk, die is flink onder invloed. Ja, dit zijn gevaarlijke situaties als die hier nog heel snel volgen.
Dus je kunt dan wel een stopteken krijgen. Vaak krijgen ze op de snelweg toch wel een volgteken automatisch. Maar dat kan het niet geven. Maar dat betekent niet dat je ook echt moet stil gaan staan op de snelweg. Hè? Dat nooit doen. Hier kunnen we de snelweg af. Hallo. Hi. Ja, rijbewijs zien. De reden van de staanhouding is dat die heel erg slingert. Je rijdt sowieso mee voor het rijbewijs, maar je wordt sowieso erin aanhouden. Want heeft hij iets gedronken of alcohol genuttigd, mag voor mij even blazen. Oké, dat is nog onder het limiet. Het is nooit verstandig om met enige alcohol op te gaan rijden, maar ja, dit, hier kunnen we niks voor maken. Ja, maar je zit wel vol aan de drugs. Mijn rijstapje ben bij deze aangehouden. Staan blijven. Don't make me shoot ya. Hij gaat dan ook mee naar het politiebureau. Kijk eens, heb ik daar nou achterop geknapt? Iemand anders natuurlijk. De auto is in de slag genomen. Nee, die kan je sowieso even niet blijven staan, maar ja. Rijden in voor het rijbewijs en artikel 5 krijg je er allemaal bij, joh. We maken dat leuk. Dat is verhoord. Audi trouwens gemaakt door Sys Games. Shout out naar Sys Games. Ja, dat wordt weer echt. Op het moment dat die melding binnenkomt is nu meteen gassen. Of komt hij op mij af? Nee, shit, dat is er. Nou, wel. Nee, dat kan niet recht voor mij. Hier rechtsop en dan kom ik hem tegen. Oh, secondje. Hier spreekt de politie. Zet uw voertuig. Oh, die gaat er vandoor standaard. Oké. Nou, ik kan hier nog weg. Ik had echt te laat door tot die er vandoor ging. Maar hier rijdt zichzelf klem. Is het niet hier op de parkeerplaats? Is het wel hier naar boven? Ah, kut, daar gaat er. Oh, wacht even. Kan dat ding nou rapper zijn dan een Audi, man? Zo dan, opzettelijk collega, we worden opzettelijk geramd. Ja, ik moet natuurlijk lang melden tot ik bij wil. Maar dat gaan we nu zeker doen. Eén collega vraagt om assistentie. Assistance required in Chamberlain Hill. 12:05, ik ben onderweg. Hey joh. Een veilige pit proberen uit te voeren. Of klem zetten gewoon. Stoppen. Oeh. Hey joh, wat is dit nou? Paal, oh shit. Ja, dat was even een lag voor nog. Lekker hier in de hoed rijden. 30 km per uur, houdt wel een snelheid. En dan wil de bocht wat scherp. Thank you.
we dan toch gaan slopen, dan slopen we maar meteen goed. Nee joh, uitstappen nu. Kom op hé. Nu is het klaar, ik wilde mijn vuurwapen niet trekken, maar nu is het echt klaar. Oké, jij bent aangehouden. Vriend rijden onder invloed. Je bent niet aan het verplicht, gerecht een advocaat. Kun je die veroorloven? Zo ja, dan is het goed. Zo nee, krijg je natuurlijk weer het Openbaar Ministerie. Voordat je in beslag genomen. Ik ga je affiëren. Denk wij die wij mag hebben, vertel me dan nu. Een pistool. Netjes man. Get in the car and behave. Ja mooi. Heel mooi. Zeer mooi. Prachtig. Mooi man. Oh, ja, nog meer schade. Kan gewoon. Doen we gewoon. Oep. Ja. Lekker bezig boys. Goed, wij gaan eens kijken wat deze auto. Oh, wat gebeurt daar? Wat is dit allemaal? Deze auto uitspookt. En op mysterieuze wijze is onze auto weer helemaal gefixt. Mooi man. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 2, 3, papa, Yankee, Alpha, 9, 8, 2. No, 1099. Inmiddels kijk ik op de map. Even. Waar ook een auto komt. Ik moet even kijken wat deze nou allemaal is aan het doen. Zo kijk die bus dan joh. Wat een gek. Want die ziet er ook wel interessant uit. Maar die bus ziet er ook wel interessant uit. Want die is helemaal koekoek. Wat gaat daar nou? Een motorrijder. Die moeten we altijd hebben. Altijd de motorrijders pakken. Want die rijdt echt gewoon zonder helpie, zonder alles. Pakken de trambaan, alles jongen. Hoppa, denk de keren, een beetje linksaf. Hoppa. Kijk eens, rood licht erbij. Rood licht erbij, lekker man. Hoppa, stop je vooraan. En terugdraaien, die heeft het door. Ja, ik pleur hem voor de cool blue bus. Ja, helmpje op, dat is te laat. Hoi. Hey. Goed, rijbewijs zien. Waar was je helm? What the fuck moet je dan nou? Oké, vriend, daarbij aangehouden, want hier heb ik geen zin in. Ik krijg van mij meerdere bekeuringen, rood licht. Oh, wat ga ik nou doen? Rood licht. No helmet. Anders nog iets? Nee. Ja, goed. Ah, $200. Dat is net €180. Dat is... Geen helm is geloof ik al 320 in Nederland of zo. Wat een gek, joh. Oké, okay, krijg thuis gestuurd en kom goed. Joejoe. Ja, ga anders toeteren, want dan krijg je er onnodig klaksoneren ook erbij, hè. Helemaal klaar met die vrouw, nu al. Zo dan. Nee, overal wat schoot hier. Oh, 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 bukken, 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 bukken. Ja, nog een noodknop erbij. Kut, verkeerde knop. Ja, die. Nog een noodknop erbij. Wow. Laat hem afvallen. Nog eentje. Nee, stop, stop, stop. Lekker man. Er zit er mogelijk nog een hier achter die toegang. Ah nee, die is ook al. Die is bezweken aan zijn verwondingen. Vuurlijnen, collega neer, ambulance deze kant op. Volgt hier een eerste als je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Medical aid requested in. Twee verdachtes, vuur, wapens nog niet bij, want die zijn nog niet veilig. Van het ziekenhuis. Oké, okay, wapens. Twee verdachten neer. En een collega neer.
collega's zijn opgeroepen of zijn te plaatsen voor de spoedassistentie van mij, maar er waren ook al onderweg naar de spoedassistentie van die collega natuurlijk. Waar we misschien wel even druk moeten gaan zetten op de schotwond. Want zij verliest veel bloed. Dus bij deze ben ik druk aan het geven op de wond. Ziet er niet goed uit, hè, jongen. Collega heeft het niet gered. En ik ga je weg. Oh, je moest mij natuurlijk ook nog redden eigenlijk, want ik was ook gewond. Maar ja, maakt niet uit. Jullie rijden met spoed, dus jullie hebben voorgang. Maar het tempo is niet echt van een Audi, hè jongens. Kom op, mag wel wat grappig. Ja, wel de rood. Nou, dan nog wel. Dat is gevaarlijk. 12-01, dat is 12-01 ook. Zal ik kijken naar hem, we zijn toch op de hoek. Ja, die zweeft hier in de lucht, ik ben te plaatsen. Hallo, even staan blijven. We have a 148 in Rancho. Doe de deur al open voor je kunt hier komen zitten, maar nee joh. Oh, mijn achterbumper is los, dat is niet mooi. Maar zij rent wel weg, dat is ook niet mooi. Even dat ene tikje heb ze nodig. En ik word gebeld. Boom! Goedendag. Oh nee! Wow shit! Wim, gekke ontwijkactie! Pak je! Nee. Pak je laat dat mes vallen! Laat vallen dat mes! Ik blijf doorschieten hè broer! Wapenbergen. Even een pauze, ik moet echt even opnemen, we worden drie keer gebeld. Nou nee, toch niet zo. Oké. Okay. Ja, dat was even, ik drukte eigenlijk verkeerd. Maar zag je die gekke, ik ga even met de slow motion gooien. Nou, zoef, zoef. Zag je dat? Nee, ik weet niet hoe het in de video uitziet hoor. Maar naar mijn zeggen ging ik echt even hier recht voor mij heerlijk ontwijken. Hier op het randje. En toen de tweede uitwijkmogelijkheid viel ik gewoon omlaag. Dus toen ontweek ik ook. Toen sprong ik ben geraakt op mijn been. Heeft ze mij mijn arm en arm? Oh nee. Nou, dat kan natuurlijk hoeven schieten. En toen deed ik hier mijn wapen pakken, maar dat wilde niet. Toen denk ik nog eens, bam, 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 bam. En ja, zo ligt ze daar. Ja. Oh, shotgun. Ik ga de laatste melding pakken. En dan gaan we ermee stoppen. En ja, dan stoppen we daar even mee voor een week. Ik ben al heel lang niet meer aan het opnemen. Maar ik heb gewoon, zeg maar, de afgelopen... Dat hoorde ik niet alleen, toch? Ik heb gewoon de afgelopen weken ook al niks meer opgenomen, maar ik had gewoon heel veel reserves liggen. Of ja, reserves. Al heel veel vooruit opgenomen, zoals jullie van mij weten. En die heb ik dus voor de afgelopen 3 weken allemaal klaar. Had ik die allemaal klaar staan of zo. Waardoor ik dus ja ook toen al 3 weken niet had kunnen of hoeven opnemen. Goed. En nog een periode 1. Dat is verhoord. Oeh, een paal. Ja, lekker. Achtervolgend te voet van meerdere verdachten en die rennen hier alle kanten op geloof ik. Ik zie er 1, 2, oeh, wacht, hier komt wat, ja, ja, stoppen, jij stoppen.
Hieronder ook nog, shit, ja, daar kom ik niet bij. Ik ga de twee hierboven pakken. Wat doet? Oh nee. Stoppen. Police! Stop whatever the hell you're doing! Je moet echt zo'n vastpakfunctie krijgen. Oh, shit, hij crasht. Zo. Dat doe ik niet, hè. Dat doet Wim even. Hij zit nu voor altijd in slow motion. Maar ik word ook continu gebeld, ik moet echt gaan. Ik hoop dat jullie het geen kut einde... Ja, waarschijnlijk wel. Het was gewoon een einde waarin ik nog één melding beloofde. En die rond ik dan zo massaal af. Ik ga jullie toch bedanken voor het kijken. En ik zie jullie niet over 2 dagen. Maar wel binnenkort bij uiteraard gewoon een nieuwe video. Ik zou zeggen bedankt voor het begrip. En tot dan.